Ja, de voetbalwereld zat in de fik. Met die Mark Overmars affaire. Ja. Jongen, jongen. Weet je, het eerste wat ik dacht, god, wat jammer. Wat zonde nou gewoon. Hé? Want hoe leuk was het nou niet geweest als Overmars daar was gebleven bij Ajax. Er stonden daar gewoon mooie en leuke dingen te gebeuren in de Johan Cruijff Arena. Hij had het helemaal onder controle, Overmars. Want hij heeft, ja, hij heeft een paar behoorlijk goede eigenschappen hoor. Ja, en daar had Ajax heel veel profijt van. Want Overmars, om te beginnen, is heel erg zuinig. Ja, de zuinigste Nederlander wint het niet van Mark Overmars. Ik weet nog dat er kwam een sportbar, werd er geopend in de arena. En daar deden Frank en Ronald de Boer aan mee. En daar deed Frank Rijkaard aan mee. En daar deed nog een paar spelers aan mee. En die moesten allemaal geld inleggen. En Overmars, die zat maar te zeuren en te twijfelen. En toen zeiden ze, jij mag niet meer meedoen, Mark. En Mark zat niet in de sportbar. En nog een eigenschap waar Ajax heel veel profijt van heeft gehad. Zijn fanatisme. Zijn enorme drive. Dat is ongelooflijk. Ik weet nog, Jaap Stam, die nam afscheid in Zwolle. En Ajax van toen, met Van Basten als trainer, die speelde tegen oud-Ajax. En Overmars zat natuurlijk bij oud-Ajax. En die zegt tegen mij van tevoren, we gaan die gasten van nu, die gaan we even wat laten zien. Ja, en zo stond hij opgepompt voor de wedstrijd. Ik zeg, rustig Mark, het is maar een afscheidswedstrijdje. Nee, we gaan ze pakken en we gaan er tegenaan. En hup, die ging in de eerste helft, ging die maar op de brommer. En die Overmars, en die ging maar en die ging maar. En oud-Ajax kwam inderdaad 3-0 voor. En het werd zo pijnlijk allemaal, dat Guus Hiddink, die was de trainer van oud-Ajax, die haalde Overmars tegelijk uit. Die zei van ja, we moeten een beetje voorzichtig aandoen met Ajax en Marco van Basten. Dat is de spirit van Overmars. En dat gaan ze gewoon heel erg missen, plus zijn inzicht in het voetbal. Al die dingen bij elkaar. Een opvolger voor hem, die gaan ze niet zo snel vinden, vrienden. Nee, nee. Maar, ik ga jullie wat vertellen. Ik denk dat er mensen zijn aan de Vetkampstraat, daar bij de Adelaarshorst in Deventer, die zijn dwars door het dak gesprongen van pure vreugde. Want die weten ook dat Overmars, die komt niet meer aan het werk in Engeland. Want daar is het nieuws nu ook bekend. En ook niet meer in Spanje. En zeker niet in Amerika. Mark Overmars is bij al die grote clubs, daar is hij klaar. Maar niet voor Go Ahead Eagles. Let op. Over een jaar of anderhalf, twee jaar, dan zal je zien. Dan zit hij zich te vervelen daar in de omgeving van Epe. En dan duikt Mark Overmars weer op. Daar aan de Vetkampstraat. En dan gaat hij Go Ahead Eagles adviseren. En dan maakt hij van die club, maakt hij gewoon een hele betrouwbare middenmotor in de Eredivisie. Hey, ik kan in al deze ellende, kan ik in ieder geval Deventer alvast feliciteren.